hele goede morgen. Het is woensdag en welkom bij een nieuwe vlog. Samen gezellig met deze meid gaan we op stap. Yes. Dus even boodschappen doen, even aan de site knutselen en daarna gaan we op slipperjacht, want de slippers zijn kapot. Dus, en ze loopt graag op slippers, dus gaan we fixen. Maar we gaan nu eventjes boodschappen doen. Dus gastilolli. En ik ga het gezellig met Rochelle even naar de stad, op de scooter. We zijn gezellig in de stad met deze meid. We gaan even naar de Primark. Voor een paar slippers. En even kijken of we wat leuke kleurtjes kunnen scoren. Dus, het gaat regenen. Dat is zo kut, met de scooter. Dus. Hoi allemaal. Ik had leuk nieuws gekregen van mijn moeder. Jullie zouden het echt heel leuk vinden als ik ook ging vloggen. Dus dat ga ik dan ook gewoon doen. Heel gezellig. Dus even een update voor nu. Ik ben onderweg naar mijn vriendin. Want die heb ik nog heel de vakantie nog niet gezien. En vandaag is de dag dat ik met haar heb afgesproken. We gaan nu naar de plek toe fietsen waar we hebben afgesproken. Met elkaar. En dan ga ik er een leuke dag, ervan maken met haar. Bye bye. We zijn bij de Primark geweest. En ze heeft nieuwe slippers. En een nieuwe trui heeft ze. Een crop-top trui. Leuk. En ik heb ook een trui. Dus zo'n trui waar je heerlijk in kan wonen gewoon. Heerlijk. Dus, even niet veel. Ja, beauty blenders. Die zijn echt het beste en elastiekjes. Dus, en nu gaan we eten. Zo, we zijn weer lekker uitgepakt en al. Ja, blij met mijn trui waar ik in kan wonen. Alleen ben ik echt nog crashende. 30.0. Dat is vannacht begonnen, gisteravond. Maar ja, ik blijf lachen en ik blijf vrolijk rondhuppelen en ik heb pijn als fuck. Maar goed, ik ben wel met mijn eten bezig. Ik eet weer fucking ingewikkeld en de rest eet makkelijk. Algemeen bekend. En dan krijg ik net een comment op mijn site. Onder het reanimatievlogje. Nou werkelijk waar. Mijn tanden vielen uit mijn bek. Echt niet normaal. Ik heb nog nooit, drie keer in mijn hele historie van bloggen heb ik drie keer iemand verbannen. En vandaag weer. Zo, kunnen mensen harteloos zijn zeg. Ze zijn er niet bij geweest, ze kennen je niet. En dan gaan ze een comment plaatsen, jongen. Nou, ik zat echt zo van, what the fuck. Ik heb het echt 4-5 keer gelezen. Van, heb ik het nou goed gelezen? Ik denk, jij bent echt de waardeloze droeftoet erop op aarde die er rondloopt. Sorry dat ik het zeg. Het maakt me boos, het maakt me verdrietig. Maar ja, reeds dat weet je, als je met je bek op het internet een beetje bekend aan het worden bent, dan kan dat verwachten. Ik ben echt niet de enigste, maar het doet wel pijn. En ik had ook in mijn Insta-stories gezet van, als je me niet mag, als je me niet leuk vindt, kom niet op mijn site. Scroll door, geef geen reacties. Let it go, weet je wel. Ik heb niks aan mensen die mij niet mogen. En je hoeft me ook niet te mogen. Ik mag ook niet iedereen. Ja, maar ik ga dan niet een of andere dingen plaatsen waar ik mensen mee kan krenken of mee kan pijnigen, weet je wel. How low can you go? Maar goed. Orde van de dag. Verder ben ik hartstikke blij. Lekker naar de stad geweest op de scooter. Kind. Ja, moest voor een paar slippers aan de Primark. Nou, die slippers die ze wilde hebben, die waren er natuurlijk niet meer. Dus nu hebben ze andere slippers. Maar ja, dan maak ik ze een blogpost over. Volg later op site. Ik heb even mijn sliertjes dan koken. Ik ga daar even mijn groentjes koken en mijn kip marineren. En daarna gaan we even neerploffen of zo. En gewoon een zonnebank. En we hebben wit en zo. Dit komt uit het potje. Dus. En ik heb mijn beautyblenders weer bij de Primark. Ik leef voor die dingen. Werkelijk waar. Die zijn zo fijn voor mij. Andere beautyblenders krijg ik irritaties van. En maar deze, top. Dus, ik ben een happy person op dat ene incidentje na van net. Maar goed, let it go. Life goes on. Cry me a river, build me a bridge. And get the fuck over it. Toch? Dus, ik ga een verder crashen. Ik heb medicijn ingenomen. Dus ik hoop dat het zakt, want ik wil wel gewoon even happy the puppy zijn dadelijk. Dus, en de meiden zijn helemaal hiedel de biedel, want die gaan morgen een avondje met de vader op stap. Ze gaan naar de bioscoop installeren naar Mission Impossible. Leuk.
Dus ja, dat is wel leuk. Ik mocht mee. Ja, ik mocht mee. Lief, hè? Ik mocht mee. Maar ja, het begint ook 9:15. Duurt het 11:30. Nou ja, weet je. Ik kan al niet 5 minuten stilzitten voor mijn eigen tv. Laat staan 2 uur in de bioscoop. Bleh. Gaat niet worden. Dus. Maar goed. Klap gauw hoor. We nokken het af. Ik zie je dadelijk. Ik kook vandaag makkelijk. Maar ja, ik heb zo'n groentemix gekocht. Groentetrio. Met broccoli, peentjes en bloemkool. Meestal maak ik zelf van broccoli schoon. Maar ik vond dit wel makkelijk. Alles op elkaar. Paprikaatje. En dan heb ik nog pokpok. En champignons. En een beetje rest. Dus dat gaan we maken. En natuurlijk gaat er groene curry doorheen. Want die is echt, echt lekker. Nou, ga er. Maar ook al vaak gezegd. En klaar. Een hele goede morgen. Het is donderdag. Wederom fucking vroeg. Simpel outfitje. De boodschappen doen. Gewoon eens even de auto aan het omruilen. Want zijn auto wordt gemaakt. Van de zaak. Verder ga ik niet veel doen, want ik ben al 2 dagen crashende. En vannacht was het weer bonus. Dus we gaan even een stapje terug doen. Ja, alle fun die ik heb gehad, wordt even keihard mee afgestraft. Dus daar ben ik niet zo blij mee. Dus, chill. Oké, zijn we in action? Zo, ik heb mij even teruggetrokken. Ik zit een beetje met mijn ogen te knippen, want de lucht is best wel fel eigenlijk. Ik heb lichtelijke haatgevoelens voor mijn vent. Ik zit nou te lachen, maar ik heb werkelijk waar zijn jank in action. Het wordt wat frisser. En dan wil ik graag een trui om, want ik heb het snel koud. Nou heb ik een stuk of 8-9 truien, sommige zelfs een kaartje eraan. Leuke dingetjes, leuke truitjes. Die had ik opgeborgen toen het lekker weer werd. In dozen en in zakken. En boven zolder laten zetten. In ons rommelhok. En dat is echt een rommelhok. Want als je de deur open doet, dan plukt echt werkelijk alles eruit. Tot aan LCD-TV's en toe. Maar goed, dat terzijde. Ik zei, Jeroen, kun je vanmorgen eventjes die zak met kleding pakken met die truien? Ja. Hij zegt, ik kan hem niet vinden. Ik kan hem niet vinden. Ik zeg, staat er boven de hoek. Ja, zegt die kans en ook ze weggegooid. Ik zeg, say what? Ja, het is dan per ongeluk gegaan. Ik zeg, je weet wat er gebeurt als je per ongeluk mijn spullen weggooit. Karma achtervolgt je, echt waar. Maar goed, die zak met trui is dus weg. En nou zegt natuurlijk menig vrouw en menig kijker van, ah, is toch leuk, hè? Lekker shoppen. Nee, ik ben heel erg materialistisch en zuinig op mijn spullen en die dingen zaten gewoon lekker. Ik heb geen zin om te shoppen. Maar goed, ik heb dus nu nog maar 2 truien. Ik heb gisteren toevallig een trui bij de Primark gekocht. Of dat een voorteken was, weet ik niet. En dan die rode trui en verder heb ik gewoon niks. Dus ik ga morgen verplicht shoppen bij de Primarkt. Ja. Als je nou koopt toch 100 euro truien. 100 euro truien. Ik weet niet of ze deze bij de Primarkt hebben. Het zijn best wel goedkoop, maar zitten ze lekker. Dus ja. Ik haat mijn vent even. Lekker waar. Dat vraagt een vraag gewoon. Ja. Lullig. Als je dure Hugo Boss truitje weg gaat gooien en zo. Daar voel ik niets van. Wie dat ook wel is, als je partner of je vriend dat weg gegooid en van je denkt van godverdomme, zo'n klootzak die er ben. Let me know, wat heb je gedaan? Dus. Maar goed, orde van de dag. Ik ben even met mijn kind naar de Bogart geweest. Naar de Action. Op de scooter, in de regen. Olé. Ik was niet blij mee. Maar goed, ze moest schoolspulletjes hebben, dus dat hebben we even gehaald. En nu ga ik verder met mijn zaterdagsoep. Ja. Dus ik heb niet veel te vroegen. Nieuws gaat uit naar de kapper toe. Ik ga het haar laten blonderen. Morgenochtend mag ik eindelijk naar de kapper. Jee! Het is echt nodig, want het is echt lang. En zaterdag gaat het rond naar de kapper. Ja.
Dus. En verder niet veel te melden. En ze gaan vanavond naar de bioscoop met z'n drietjes. Dus dat is super leuk. En ze hebben er echt super veel zin in. Acht op stap met papa. Leuk. Quality time. Heerlijk. Ja. Ik denk even lekker op mijn gemakje douchen. Lekker rommel in huis. Vind ik ook wel lekker. Dus. Ja. Dus misschien volg ik dadelijk nog wel, anders niet. We zien het wel. Maar ik moest even mijn hart luchten. Weer. Blijf mijn hart luchten. En we hebben zatersoep. En we macaroni voor die meid. En deze meid is naar de kapper geweest. En ze is blond. Kijk de achterkant. Yes, ik vind het leuk, ik vind het leuk. Kijk, lijkt bijna op Rasha. Oh, je mond zeg. Ja, bijna. Alsjeblieft. Yo, precies. Ik heb geen blond haar meer. Ja, ziet er leuk uit. Nu ben je zwart. Het is echt blond. Nice. Hij heeft nog best veel duidelijk eigenlijk. Ja. Dat ja. Zie je wel maar. Je ziet wel. Je ziet echt goed. Het is je eigen kleur. Is de onderkant. Nice. Blij mee. Was. Lietse. Dank je. Gebeurt eigenlijk bijna nooit. Het is fucking 9:15. Ik heb haar gewassen, dus het ziet er niet uit. Ik ga morgen naar de kapper, Toos mijn cuploos. En mijn vent en mijn kinderen zijn lekker een avondje naar de bioscoop. Ja. En ik kan al niet naar bed, hè. Ik word hem heel onrustig. Ik mis wat in huis. Maar goed. Ik ga het vroeg afsluiten. Ik ga toch maar in bed liggen. Ga ik op het licht kijken of zo. Dus, zie je maar. Een hele goede morgen. Het is vrijdag. Weer super vroeg. Maar ik moet even gauw wat eten halen en dan moet ik naar de kapper. Dus. Gastrolly. Even een makkelijk outfitje aan. Oké. Ik nou even vest aan. Het ziet er echt niet lekker uit buiten. Ik heb mijn haar niet gedaan, want het wordt dadelijk lekker kort geknipt. Dus. Let's go. Zo, en dan gaan we terug van de kapper. Ik ben wel lekker kort. Dus. Roontje is nu douchen. Die is doodziek. Top. En dan gaan we naar de Primark, want ik moet natuurlijk nu een trui hebben. Dus mijn huis nu douchen, ga ik nog even het ziekenhuis bellen en even gaan stofzuigen en dan het kinderarbeid met je blonde haar. Nou kan je het wel goed zien. Het is echt blond. Kijk hem aan. Ja, laat even je foto aan mijn machine hangen. Oké. Ondertussen zit ik aan het bellen met het ziekenhuis, het duurt een eeuwigheid. En ze staan me aan te kijken, want ik heb geen broek aan. Kijk. En dan krijg ik zulke blikken. En we gaan naar de Primark. Gezellig met deze meid. En nog twee andere mensen. En nog twee andere. Dus, gastilori. Met een watermeloen. Nu ook. Jumbo. Nou, de trek in. En nu gaan we naar huis. Want ik heb een zieke vent in de auto. En die moet naar bed. En ik heb weer een leuke broek gescoord bij de Lara mode. Dat heb ik toch met streepjes. Ik vind het zo leuk. En weer rood. Ik draag nooit rood. Maar
volgt nog een artikel over. Ik heb nog meer geshopt, laat ik zo even zien. Een trui. Lekker. Het is echt die trui waar ik in woon. Ja, moet alleen het shirt onderuit. En een zwarte trui. Ook is zo lekker. Hij is wat langer aan de achterkant. Oké. En deze heerlijke roze-achtige fluffy trui. En hij is zo zacht. Hij is echt heel lekker. Yes. Een lekkere gewone trui. Heerlijk. Hij is een beetje heel licht zacht roze is die. Dat kan je niet goed zien. Nee. Dus. Weer rood. What the fuck met rood? En als laatste deze blauwe trui. Ja, het t-shirt moet onderuit. Maar... heerlijk. Dus ik heb truien. Top. Maak jij je special bonen schoon? Met een mesje. Duur maar te lang. We zijn gezellig in Leidschendam beëindigd. Het is lekker weer, jong. Het is hier zo fucking rustgevend. Mijn kont is vies. En ik ga de vlog lekker afsluiten. Het is bij 8:15 of zo. We zijn even lekker naar Leidschendam gereden op de scooter. Deze met. Dus. Ik ga lekker mijn verf van mijn bek afhalen en dan ga ik naar bek. Ga het eens afhalen, puber. Ja, mijn puber. Echt mijn puber. Dus nee, dan ga ik lekker mijn bedje liggen, rondje morgen vroeg naar de kapper. Bij gemakkelijke boodschappen doen. Auw, wel vroeg hè. En Niootje even naar werk brengen en dan... dan zien we eigenlijk wel wat we gaan doen. Ik ga terug je clownsbroek aantrekken of niet? Huh? Ga je clownsbroek aantrekken? Ik ga morgen mijn clownsbroek aantrekken. Een nieuwe clownsbroek. Dus, zie jullie morgen! Een hele goede morgen. Het is zaterdag en de zon schijnt. Top. Ja, ik ga het even nieuw naar de werk brengen. Even boodschappen doen. En daarna even op de scooter weg, denk ik. En vanavond een verjaardag van mijn neefje. Dus een drukke dag. Outfitje aan. Ik zal zo laten zien. Met piep en broek. Wacht. Dus dat. Hij zit zo lekker. Dus. Top. Let's go. En we zijn even lekker productief bezig geweest. En nu ga ik lekker naar buiten, denk ik. Nou ja, lekker naar buiten. Het is helemaal niet lekker. Het is grauw weer. Maroon is op de fiets weg. Het is een zieke kop. Het is niet goed. Gisteren liggen we half dood gegaan en nou sprong hij vanmorgen op de fiets. Hij is wel naar de kapper geweest. Het is wel een mooie vent. Was hij toch wel. Dus, ik ga was wakker maken, want hij slaapt. Het is 11:50. Was hij in slaap gevallen. Lekker. Dus ga ik eventjes naar Action, want ik moet batterijen halen van meneer. Moest ik nou nog meer hebben? Ik weet niet meer. Dus, dat ga ik even doen. En daarna ga ik even de kip snijden. Voor de kip fajita. Die weten dadelijk. Dus. Als een gastje lol, maar ik heb hem gezien. Is dat ook wel eens? Dat je... gedwongen weg moet. Nee, gedwongen niet, maar ja. Ik had echt een hele scooterrit in gedachten, maar het is gewoon echt kut hier. Ik moet gewoon echt een vest en jas aan. En je had mijn haar naar de klote. Volgens mij is Beb wakker. Dus, en ik wil mijn nagels nog lakken. Het is best wel lang. Zie je, als ik ze niet lak, worden ze mega lang. Ga ik ze nou lakken? Nou, het een brak bende. Maar boeit niet. Dus, maar goed. Blogposts zijn klaar. Ze zijn best wel leuk. Een hoop kleren ook. Dus, we gaan. Nou, fijn, het is 2:30 en ik zou de Action gaan.
Maar als sliepen dingen ga ik ook even liggen. Ja, toen ben ik in slaap gevallen even. Dus, niet naar de action geweest. Morgen weer. Ik ga nou even kipje marineren en dan ga ik eten maken. Ik ga proberen te eten, want ik ben weer niet lekker. Dus, dat ga ik doen. En daarna ga ik de vlog afsluiten en editen. Dan moet ik mijn kind halen en daarna moet ik naar verjaardag. Ja, op de scooter. Ik zie het nog niet gebeuren, maar... Nia wil dat graag. Oh, donker. En ik ga de deur openzetten, want het is bloedziek het heet in huis. Het is benauwd vandaag. Maar het is regen, niet regen, regen, niet regen. Het is een beetje kut. Dus, maar goed. Ik ga het mijn eten maken en dan zien we het wel. En we gaan voor de kip frita. Lekker makkelijk. En wij gaan eten. En ik ga de vlog lekker afsluiten. Ja. Ik ga het editen klaarzetten voor morgen. Vandaag voor jullie. Want ik heb vanavond niet veel in te vloggen. Ja, ik ga naar verjaardag, maar er wordt niet gevlogd. Het is privé. Dus. Maar ik maak wel Insta-stories en zo. Dus als je me volgt op Insta, kun je gezellig meegenieten van de birthday. Dus. Ik zie jullie morgen. Doei.